In Groesbeek hebben inwoners op een bijzondere manier boodschappen ingezameld voor de voedselbank. Voor het derde jaar op rij verzamelen zij de bonnen van de postcode loterij en gebruiken die om boodschappen te kopen. Afgelopen vrijdag hebben vrijwilligers de bonnen ingeleverd bij de supermarkt. Hiermee zijn de benodigde producten gekocht en klaargemaakt voor de voedselbank. Inmiddels zijn dat er 49 en dat is een hartstikke mooi aantal, want iedere kaart is €12,50 waard. En als je dat maal 49 doet, dan kom je op €612,50. En dat is allemaal gratis producten voor de voedselbank. En bij het uitzoeken van de boodschappen is het natuurlijk wel belangrijk dat er gekeken wordt naar welke producten er worden gekozen. Waar wij voor gekozen hebben is lang houdbare producten. Dus groenten in pot en rijst in pakken en dat soort dingen. Dat mensen die ze krijgen, dat vandaag op kunnen maken, maar ook volgende week, volgende maand of zelfs over een paar maanden. En deze grote hoeveelheid houdbare producten zijn niet zomaar op voorraad. Dus dat treft voorbereiding. Wij gaan in overleg met, wij kijken eerst welke producten beschikbaar zijn. Welke op basis van deze kaarten dus wij aan kunnen schaffen. En daarmee gaan wij shoppen en dan gaan we dat bestellen bij de supermarkt. En die komen dan 1-2 dagen later binnen. En ja, dan hebben we ze hier op een karretje gezet en dan gaan ze met de wagen mee. En dan gaan ze in het gewone distributie van de voedselbank gaan die mee. Ondanks het succes van deze actie worden er ieder jaar minder bonnen ingezameld. Dit kan te maken hebben met de stijgende prijzen van de boodschappen, waardoor mensen de bonnen wellicht zelf harder nodig hebben. Het eerste jaar hebben we 77 kaarten opgehaald. Dat was echt het summum. Vorig jaar was het een stuk minder en nu zijn we al heel blij met deze bijna 50. Daar worden er wel 50. Ik heb er thuis ook nog één liggen namelijk. Dus er worden er wel 50 en hopelijk nog wat meer. Dus daar zijn we helemaal tevreden mee.